Hallo daar, het is weer tijd voor een nieuw gesprek en dit keer is dat met regisseur Jan Verheijen. Ik heb het niet alleen over zijn laatste film, maar ook over vele morele dilemma's, meningen, de media en waarom hij 1 jaar lang heel ongelukkig was. Veel kijk- of luisterplezier. Jan Verheijen, welkom. Dag Magali, bedankt voor de uitnodiging. Hoe gaat het met u? Ah, goed hè. Ah, ja, van, ik weet dat in deze tijden moet je geweldig oppassen als je antwoordt goed, maar... Laat ons zeggen, naar omstandigheden, hè, in de context van het onzekere, spannende, maar ook boeiende jaar dat we beleefd hebben. Goed. Ja. Komt er een film over corona? Niet door mij, nee. In ieder geval. Ik denk, al eens dit voorbij is, ervan uitgaande dat het vroeg of laat echt voorbij zal zijn, is het laatste waar mensen een film over zullen willen zien, wel corona, vermoed ik. En ik heb ook, zou niet weten wat mijn invalshoek op dit moment zou zijn. Vaak zijn grote gebeurtenissen, dan moet je een beetje perspectief kunnen nemen. Om nu een film over corona te gaan maken. Er zullen genoeg programma's op televisie en beschouwingen en terugblikken en analyses gemaakt worden dat we er in de bioscoop niet echt nood aan hebben. Nee, en laten we eerlijk zijn, het voelt een beetje aan als een film. Hoor. Maar nee, er zijn ook een aantal films geweest, de Contagion en die film met Dustin Hoffman, waar het heel mij niet ontsnapt. Maar het is een enige film waar Dustin Hoffman als actieheld aan de helikopter hangt. Enfin, dit de zaak is. Er zijn natuurlijk films die ook over een virus gaan. En op zich is dat natuurlijk... Een goed idee, hè? The Walking Dead is uiteindelijk ook begonnen met een virus. Dus dat is een vrij klassiek gegeven. En nu maken we het inderdaad eens echt mee. Soms heeft het ook echt iets aan een film. Hè? Zo de eerste bestorming van de supermarkten. Waar mensen dan rijst en wc-papier, wat ik altijd een intrigerende combinatie heb gevonden. Mensen gaan dan rijst en wc-papier en pasta halen. Vooral dat wc-papier vind ik geweldig intrigerend. De angst dat wc-papier... meer zal zijn. En dat je dus echt mensen echt camionetten ziet volladen met wc-papier. Dat vind ik dan ook zeer grappig op een bepaalde manier. Ja, een beetje alsof het een sociaal, een psychologisch experiment ja, is. Ja, het is echt, dat is ook geschreven, hè, al door mensen die daarmee bezig zijn. Vooral voor psychologen en sociologen zijn het nu hoogdagen. Want die maken iets mee waar ze anders alleen maar vanuit een theoretische benadering over kunnen schrijven. En nu gebeurt het gewoon echt. Die moeten gewoon rondrijden en naar tv kijken en noteren. En die hebben een thesis. Hè? Ja. Ja, ik vind dat... Zelf ben ik ook zo met dit concept veel meer mee gaan verdiepen in de psychologie. Ik vind dat een super interessant thema. Is dat ook iets dat jij hebt gedaan voor jouw films? Als filmmaker ben je ook voor een stuk psycholoog. Enfin, psycholoog, dat vind ik al wat... Want ik ben natuurlijk geen psycholoog. Maar je bent wel een observator van de menselijke zeden. Ja. Je weet nooit waar je volgende verhaal vandaan komt. Dus ik lees en ik kijk naar televisie en ik volg de actualiteit. En je absorbeert heel veel dingen. En je observeert ook letterlijk mensen, typetjes. Je komt mensen tegen waarvan je denkt... Ik kom vaak mensen tegen waarvan ik denk... Dat kan ik nooit in de film steken, want... Het publiek zou dat niet pikken. Het publiek zegt, dat is nu toch overdreven. Dus dat is heel boeiend om te... Mark Twain, de geweldige auteur Mark Twain, heeft ooit gezegd... En dat heb ik altijd om te houden. Enfin, die mensen zijn al lang dood, maar ik heb dat dus gewoon gelezen. En die heeft ooit gezegd, het grote verschil tussen fictie en realiteit... is dat fictie geloofwaardig moet zijn. En dat is heel juist. Een aantal van mijn favoriete films elk jaar... zijn films die beginnen met de woorden based of inspired by a true story. En dat zijn altijd verhalen die, als ze niet waar gebeurd zouden zijn, waarvan je als toeschouwer zou zeggen, allee, ga weg, dat geloofde niet. Zo weet je. Ja. En dat vind ik, ja, dat vind ik boeiend, inderdaad. Dat vandaar ook die andere uitspraak, dat de realiteit vaak de fictie overtreft. Dat er verhalen zijn die je echt niet zou kunnen verzinnen. De film die we nu gemaakt hebben, Lien en ik, eerste film die ik samen met mijn vrouw heb gedaan, Red Sandra, die in oktober had moeten uitkomen, maar die nu is uitgesteld tot oktober van dit jaar, is zo'n verhaal. Dat gaat vooral over een meisje dat aan een zeer zeldzame ziekte leidt, 6 maanden nog te leven heeft, volgens haar dokters. Vader bijt zich daarin vast, vindt een experimenteel geneesmiddel ergens in Denemarken. En dan de odyssee wat die een mens moet meemaken. Ja, want hij krijgt het niet. Hij kan het niet krijgen. En je moet je dat voorstellen. Uw dochter ligt thuis af te takelen, letterlijk.
Je weet dat er een geneesmiddel is en you can't get it. En wat die allemaal meemaakt en hoe pers en media en politiek daar zich in mengen, dat is een verhaal. Als dat niet echt gebeurd zou zijn en iemand zou daar als scenarist mee naar mij komen, zou ik, ja, nee, ik kan dat niet doen, mensen gaan dat niet geloven. Dus dat is heel boeiend, daar ben ik echt wel mee bezig. Zo. En dat is echt gebeurd? Dat is een echt gebeurd verhaal. Ja. Zo waar gebeurt wel van de familie Massaar, dat mij enorm heeft aangegrepen en waar we denk ik een hele mooie film van hebben kunnen maken. Ja. En ik vraag me dan af, als je dat met je vrouw hebt gedaan, eerst en vooral, dat moet toch niet makkelijk zijn? Jullie hebben zelf ook een dochter. Dat was, ja, ik was daar emotioneel toen ik voor het eerst William Massaar, de papa, ontmoette en die mij zijn verhaal heeft verteld. Wat is overleden dan? Ze is uiteindelijk gestorven. Ja. Ze heeft wel nog veel langer, ze heeft nog 10 jaar geleefd na de diagnose. Dus ze heeft haar leven wel kunnen... Verlengen. Verlengen, dat is het juiste woord. En ik was daar echt geweldig, want ik kwam dan thuis... na dat gesprek met William. En ik wou dat dan vertellen aan Lien. En ik barstte constant in tranen uit. Ik vond dat zo, dat had mij zo geraakt. En ook omdat je dan inderdaad vader bent van een dochter van ongeveer die leeftijd. En dat heeft echt lang geduurd. Dat heeft een tijdje geduurd voor ik dat verhaal kon vertellen aan mensen. Zonder emotioneel te worden. Wat mij verbaasde. Maar nu ben ik wel een redelijk emotionele mens. Ik zie toch ook wel dat het nog altijd emoties zijn. Ja, dat is echt waar, omdat het is zo pakkend, het is zo onrechtvaardig en je spiegelt je... En het is ook uplifting, omdat wat die man gedaan heeft voor zijn dochter is zo'n schoon voorbeeld van onvoorwaardelijke liefde. Ja. Dat ik dat ook op een bepaalde manier heel, heel schoon vond en dat je ook afvraagt. Dat vind ik ook altijd een ongelooflijk boeiende vraag. En daar ben ik ook altijd naar op zoek, naar morele dilemma's. En met name dan de vraag, wat zou jij doen? Als jij in het geval waart van William en Olga, wat zou jij gedaan hebben? Zou je gedaan hebben wat William heeft gedaan? Of zou je op een bepaald moment, waar ook moed voor nodig was, zou je dat, het lot, hoe vreed dat ook is, aanvaard hebben? En zou je de strijd op een bepaald moment opgegeven hebben? Want er is een heel pijnlijke scène in de film, tussen de mama van William, dus de oma van het meisje, die hem confronteert met wat niemand anders hem durft te zeggen. William, de strijd is al verloren. Kijk naar dat kind. Ja. Laat het los, laat het gaan. Is het voor haar dat gevecht of is het voor u dat gevecht? Voor u groot gelijk. Daar zitten zoveel interessante dingen in. En dat vind ik boeiend, omdat dat in het vonnis. Het vonnis... is ook zo'n verhaal van wat zou jij doen? Dat vind ik heel boeiend. Hoe zou je zelf reageren in zo'n geval? En er zijn heel veel voorbeelden van zo'n verhalen. En dat zijn de verhalen waar ik graag naar op zoek ga, toch wel. En probeer je dan er een twist aan te geven in de film volgens hoe dat jij het graag gaat zien aflopen? Of probeer je echt wel heel dicht bij de realiteit te blijven? Oh, nee, als je een verhaal verfilmt dat echt gebeurd is, zeker in het geval van Red Sandra. Of op een andere manier los wat het levensverhaal was van Tom Nagels. Dan maak je een verhaal, dan maak je een film over mensen die echt bestaan. En niet alleen bestaan hebben, maar die nu nog bestaan. En waar heel veel van de mensen, heel veel van de personages in de film nog in leven zijn. Dat geeft wel, vind ik, een verantwoordelijkheid. Ik vind niet dat je daar lichtzinnig mee kan omspringen. Dat is iets anders dan Vinken en Verstuift. Hè? Een boek van Jeff Gerard, maar dat zijn... Dat zijn fictieve personages. Daar heb je wel wat rek op. Daar zit wel wat rek op. Maar als je iets doet met een waar gebeurd verhaal, dan vind ik dat je dat moet doen met een bepaalde vorm van respect voor de waarheid. Je kan natuurlijk niet altijd letterlijk, want dan wordt zo'n verhaal veel te lang en met veel te veel personages. Dus je condenseert het in tijd en je voegt soms personages samen, maar je streeft wel naar een zo groot mogelijke... waarachtigheid. Ja. Dat vind ik wel belangrijk, ja. Ja, je hebt dat verhaal met je vrouw verfilmd. Hoe was het om voor het eerst met haar zo echt close samen te werken? Ik was daar banger van dan zij, omdat ik vaar al lang solo als regisseur. En een filmset is geen democratie. Dat is nu eenmaal zo. Er is iemand die de final decision moet nemen. En dat was ik dus nogal gewoon. Thuis is het omgekeerd. Thuis is het alweer liever. Final decisions nemen. Maar dus ja, dat is toch een beetje aftasten van hoe gaan we dat doen? En ik was wel bezorgd, want ik wou
in de hoge drukketel die zo'n filmset is, ik wou mijn relatie niet op het spel zetten. Ik wou niet dat, allee, stel je voor, hoe erg zou dat zijn, dag op het einde. Ah, dus daar was ik mij wel nogal bewust van, maar dat is zeer goed gegaan. Dat is ook nogal organisch gegroeid en zo. In die zin, het smaakt ook naar meer. Ik wil dat nog doen. Ik moet ook zeggen, ik heb er ook geen enkel probleem mee om dat te zeggen, dit is een veel betere film geworden, met Lien erbij, dan dat ik alleen had kunnen maken. Het is echt waar. Ja. Zij heeft andere... Zij is geduldiger, zij is beter met kinderen. De een van de hoofdrollen is, ja, is dat kind. Ik heb niks, ik vind mijn eigen dochter tof, maar verder vind ik de meeste kinderen eigenlijk niet tof. En als ik zo met kinderen werk in een film, heb ik altijd een kindercoach of wat dan ook. Maar omdat je ook de tijd niet hebt om daarin... Dus, en nu konden we dat mooi verdelen en zo. Dus nee, het is echt een veel betere, veel rijkere film geworden dan als ik het alleen had gedaan. Ja, dat is absoluut wel zo. Dus in die zin is dat een experiment dat absoluut verantwoord was. En nogmaals, wat naar meer smaak. Ik ga ook nog film solo doen. Hè. Moet niet altijd met twee zijn. Maar het kan wel, ja. Het verhaal gaat dan over iemand die ziek is, ongeneeslijk ziek. Moet ook niet simpel geweest zijn om daar afgelopen tijd aan hebben gewerkt in een tijdperk waar dat gezondheid toch het meest... Nee, ik vond het in tegendeel, want de film gaat eigenlijk voor een groot stuk, de bad guy, tussen aanhalingstekens, de genuanceerde bad guy, is de farma-industrie. Dus de film is nog altijd zeer actueel, want wat je nu aan het meemaken bent, is opnieuw dat geschacher met je gezondheid, hoe landen... En of het nu Europa, onderhandelen met de farma-industrie en hoe de farma-industrie van deze crisis een beetje gebruik heeft proberen maken om zijn blazoen wat op te poetsen, tot uiteindelijk de hebzucht toch weer de bovenhand heeft gehaald. Vertel. Ja, wat je nu ziet. Met Pfizer van, je haalt 7 dosissen uit zo'n flesje. Maar we hebben er maar 6 aangerekend. En nee, in ons contract staat niet het aantal flesjes, staat het aantal dosissen. Dus dat geschacher, dat... En af en toe heb je ook wel eens zo'n farma-CEO die zegt waar het op staat. Hè. Zo, er was er zo al eens in Engeland, die zo iets wat geïrriteerd in zo'n debat zei, sorry, maar ik heb helemaal geen verantwoording af te leggen aan die zieke mensen of aan regeringen. Mijn enige verantwoordelijkheid ligt bij mijn aandeelhouders. Vind jij dat ook? Vind jij dat hij gelijk heeft? Hij heeft gelijk. Vanuit zijn ongefilterd standpunt. Maar... Als mens vind ik dat een onwaarschijnlijke uitspraak. Maar als wij, ik niet persoonlijk en jij niet persoonlijk, maar als de maatschappij het zo ver heeft laten komen dat onze gezondheid een industrie is geworden, ja, dan moet je niet verschieten dat die industrie zich houdt aan de regels van de industrie en de beurs en de aandeelhouders. Ja, dat is... Kapitalisme eigenlijk. Aan het ongebreidelde kapitalisme. Nu, ik ben niet tegen kapitalisme. Ik ben wat dat betreft een genuanceerde liberaal. Ik ben voor kapitalisme en ik ben voor een vrije markteconomie, maar met correcties. Je moet die markt corrigeren. Ja. Of het loopt fout. Ja, Paul Verhagen zei in een interview onlangs van... We zijn allemaal eigenlijk slachtoffer geworden van de vrije markteconomie, omdat... dat gaat ten koste van onszelf, want op een duur worden wij, mensen, het product. Hoe kijk jij daarnaar? Ik vind Paul Verhagen een mens met interessante ideeën en ik snap wat hij bedoelt, maar ik zie mijzelf niet als slachtoffer. Ik ben nog altijd wel iemand die ook vindt dat de mens een eigen wil heeft en je beslist wel zelf of je elk nieuw model van de iPhone koopt of niet. Ja. Net zoals je zelf beslist van ik ga heroïne in mijn aderen spuiten of niet. Of ik vind het ook iets te gemakkelijk om zo alles af te schuiven. Het is niet mijn schuld, het is de schuld van de maatschappij. Dat vind ik net iets te makkelijk. Maar ik ben het wel eens met die mensen die vinden dat zo'n maatschappij gestructureerd moet worden, geordend moet worden. En dat het belang van de gemeenschap boven het belang van het individu staat. En dat je dus inderdaad die excessen van de vrije markteconomie, dat je die moet corrigeren. Heel concreet, in mijn geval... Hè, als wij cultuur, of nog nauwer, nog dichter bij huis, als wij film zouden beschouwen als alleen maar een product, dan maakten wij geen films. Want dan konden wij met onze kleine afzetmarkt niet volgens de vrije markteconomie begrippen films maken. Vandaar dat je toch moet terugvallen in de meeste gevallen op een vorm van subsidiëring. Ik heb daar ook geen enkel probleem mee. Ik vind dat een noodzakelijke correctie op de vrije markteconomie.
Ik vind cultuur iets waar je inderdaad niet altijd alleen maar de economische regels in moet volgen. Waarmee ik ook weer niet gezegd wil hebben dat je die economische regels maar helemaal buitenspel moet zetten. Als je iets maakt waar werkelijk niemand is in geïnteresseerd, dan vind ik het niet de taak van de maatschappij om ervoor te zorgen dat jij je hobby kunt blijven uitoefenen op kosten van. Ja. Dus, maar dat is een heel moeilijk evenwicht. Dat is een geweldig moeilijk evenwicht om te vinden. En waar we naar moeten streven, naar dat evenwicht. Maar ja, nee. Dus die vrije markteconomie ben ik voor, maar met dus met correcties. Ja, ook die subsidiëring, dat heeft bijna een perverse connotatie gekregen. Hè? Pervers vind ik te streng als woord, maar daar hangt inderdaad, al naar gelang wie het woord in de mond neemt, een beetje een pejoratieve betekenis aan. Ik heb daar minder last van, maar ik snap wel waar dat vandaan komt. Ik vind inderdaad dat er zijn nogal wat subsidies die je in vraag kan stellen. Maar er zijn ook heel veel andere vormen van subsidie die je in vraag kan stellen. Ik vind het zeer terecht dat nu door een aantal economen vragen worden gesteld bij het helikoptergeld dat nu wordt uitgedeeld in de coronacrisis. Ik vind het inderdaad niet verantwoord om bedrijven die al voor corona eigenlijk niet levensvatbaar waren, om daar nu vers geld in te pompen. Probleem is, hè, in dit soort gesprekken, het is eigenlijk bijna nooit zwart-wit. Wat veel gemakkelijker zou zijn. Maar het zit in die grijszone. En dat is lastig, want dan moet je daarover discussiëren en dan moet je daar een soort consensus in vinden. En dat geldt dus ook voor subsidies. Ja, op dit moment is er ook heel veel ophef aan de gang rond Siham El Kawakiwi van OpenVLD. Ja. Enorm pijnlijk, omdat zij net opkomt voor de kansarmen. En dat zij dan zou blijken dan zelf gesjoemeld te hebben en gefraudeerd. Als dat zou blijken, ik ken het dossier niet, ik weet ook alleen maar wat ik in de kranten lees, maar als zou blijken dat zij er bewust de kantjes heeft afgelopen en zich verrijkt heeft op kosten van de gemeenschap, dan vind ik dat je daar niet streng genoeg voor kan zijn. Dat geldt ook. Ja, wat is dat dan? Niet streng genoeg? Ah, wel, dat is dus inderdaad dat zij als zij strafrechtelijk vervolgd kan worden om wat ze gedaan heeft, dan moet dat ook absoluut gebeuren, vind ik. Karel Pinksten, nog zo'n recent geval. Ja. Ja, voor de partij is het enorm pijnlijk. Ja, dus dan stoort het mij ook. Bon, nogmaals, hè, over dat nieuw geval ken ik niet, maar in het geval Pinksten vind ik het geweldig storend dat de Open VLD zich niet publiekelijk heeft gedistanceerd en heeft gezegd van nee, dit kan niet, this is where we draw the line, maar dat toch allemaal weer zo in een ons kent ons sfeertje zit. Ja. En dat is heel gevaarlijk, want ik ben een van de mensen die en nog steeds eigenlijk bereid is om politiek in het algemeen en dus politici te verdedigen. Ik vind dat... Waarom? Omdat ik zie in een heel aantal gevallen dat die mensen ontzettend hard werken, lang werken, vaak ten koste van hun familiaal leven. En daar eigenlijk... Allee, ik zal het nog duidelijker zeggen. Ik zou het voor dat geld niet willen doen. En dat een aantal mensen dat echt doen, en verrassend veel, vanuit een vorm van oprecht sociaal engagement, vanuit een ideologie soms ook, waar ik het niet altijd mee eens ben, maar dat is iets anders. Dus ik vind de clichés waarmee politici worden aangeduid als zakkenvullers en opportunisten, ik vind die in heel veel gevallen onterecht. In het geval van Pinksten dus spectaculair niet. Hè. En daarom moet je ook zo streng zijn voor die gevallen. Omdat dat de mensen zijn die ervoor zorgen dat heel veel welmenende mensen die een verrijking zouden kunnen zijn voor de politiek en voor de maatschappij, de stap niet zetten. Ja. Ik heb daar lang mee geworsteld. Ik heb het heel moeilijk met de opiniemakers. Met mensen die het allemaal, de stuurlui, die aan de wal heel luid staan te roepen van hoe het eigenlijk zou moeten. Maar die geen enkele verantwoordelijkheid opnemen. Ik heb het daar moeilijk mee. Ik heb ook wel eens last van een mening. Last. Probeer daar, ja, je hebt daar werk last van. Dat is een soort opborrelend zuur. Maar je meningitis. dus je moet... En dan denk ik van... Als je daar niet op een of andere manier constructief iets mee doet, doet dat dan niet. Want nu is het altijd maar hakken. Neem dan uw verantwoordelijkheid. Dus ik heb echt jaren... Ik ben ook een paar keer gevraagd.
En ik heb daar echt lang over nagedacht. Als opiniemaker? Nee, als om lid te gaan, om lid te worden van een partij en binnen die partij een rol te gaan spelen, uiteraard met het oog. Welke op, partij? Dat is nu niet relevant. Een aantal. dus dan denk, en daar heb ik echt over nagedacht. Ik heb echt nagedacht, omdat ik daarmee worstelde. En toch niet gedaan. En uiteindelijk heb ik gedaan wat ik altijd doe, bij belangrijke beslissingen in mijn leven. En dan praat je daarover thuis, met Lien en met Anna. Anna is ondertussen oud genoeg om er ook een mening over te hebben. En dan is de vraag die we ons altijd stellen, de belangrijkste vraag, zou ik daar gelukkiger van worden en zouden wij als gezin daar gelukkiger van worden? En het antwoord met name op die vraag van in de politiek gaan was zo eensluidend nee, dat mijn levenscomfort het heeft gehaald op mijn idealisme. En ik ben daar zelfs een tikje beschaamd over. Waarom? Omdat, ja, als iedereen zo zou redeneren, hè, si tous les dégoûtés s'en vont, il n'y a que les dégoûtants qui restent. Dus als iedereen zou zeggen van nee, al die moeite en al dat gezeik en al die bagger op het internet en lange uren en gaan vergaderen en pensenkermissen doen en foldertjes gaan uitdelen op de markt als het verkiezingen zijn en dan de opinies moeten... Nee. Wat ik dus gedaan heb. Ja, dan schieten we niet echt op, hè. Ja. Dus nee, dus ik vind dat echt een voor mezelf vond ik dat een moeilijke beslissing. Vandaar dat ik altijd met een zeer grote mildheid zal kijken en oordelen naar politici. Zeker in een crisis, zonder weerga, die we nu meemaken. Want die mensen moeten het ook maar doen met de informatie die ze krijgen. Informatie die bovendien van week tot week en van bron tot bron dan ook nog eens blijkt te variëren. Een crisis die zeer, hoe zal ik het zeggen, zeer lukraak mensen raakt. Want de enquêtes zitten allemaal in dezelfde richting. 1/3 van de mensen lijdt financieel. 1/3 maakt het eigenlijk geen verschil. En 1/3 verrijkt zich. Dus je kan ook geen maatregel gaan bedenken die rechtvaardig zal worden aangevoeld door iedereen. Dus ja, sorry, zou jij in hun schoenen willen staan op dit moment? Dus nee. Hou daar dan ook rekening mee als je in een gesprek laat staan, zwart op wit, of in een blog of wat dan ook, zit te fulmineren op die mensen. Stel u ook de vraag van, maar wacht eens even, zou ik het in de gegeven omstandigheden beter doen? Ik vind dat nu niet zo moeilijk om een minimum aan empathie of inlevingsvermogen op te brengen voor zij die in die situatie staan. Idem voor de virologen, idem voor de sociologen, idem voor iedereen die nu in een of andere werkgroep zich daarover buigt. Maar wees hard voor zij, de Pinkstens van deze wereld, die er de kantjes van aflopen, voor wie het blijkbaar nooit genoeg is. Is dat wat er vaak... Is dat niet de basis van alles, het gebrek aan empathie? Ja, ik vind dat absoluut een je zou dat als een probleem kunnen ervaren, ja. Gebrek aan empathie. Het is niet dat iedereen daar last van heeft. Je hebt ook... Het interessantste boek dat ik afgelopen jaar heb gelezen... al veel mensen hebben dat al gezegd, maar ik sluit me erbij aan, is De meeste mensen deugen van Rutger Bregman. Ik ben daar helemaal mee eens. De meeste mensen deugen. Je ziet dat nu ook weer, hè, in die coronacrisis. 80% van de mensen houdt zich eigenlijk aan de regels, is vol goede bedoelingen en wil dit op een beschaafde manier oplossen. En dan heb je 20% die dat niet doet. En die 20% die vallen dan uiteen in drie groepen. De ASO's, de echte, ja, de associaal, de hufters, waar sowieso niks mee aan te vangen valt, in geen enkele context. Dan heb je de hoogmoedige intellectuelen, die vinden dat zij toch met al hun intelligentie de waarheid in pacht hebben en dat zij zelf wel de regels zullen bepalen waaraan ze zich te houden hebben. En dan heb je de domme kloten, die het niet vatten. Die ook niet echt veel moeite doen. Die domheid ook bijna als een soort schild gebeurt. Ja, ik ben dom, ik versta dat allemaal niet. Dus dat zijn de drie delen van die groep van 20%. Alleen is het altijd zo, in de loop van de geschiedenis geweest, ja, die 20% zijn net voldoende
om die andere 80% danig op de zenuwen te werken. Ja. En die analyse klopt. De meeste mensen... Hij geeft ook heel veel voorbeelden. Echt een fantastisch boek. Hij geeft ook heel veel voorbeelden. Ja, de meeste mensen deugen. Dus we mogen ons niet laten meeslepen in heel die sfeer. Hij toont ook aan, nu dat wisten we al, en dat begrijp ik ook wel op zekere hoogte, de media zijn ook gefixeerd op die 20%. Hè, ja, dus die hoogmoedige intellectuelen, die maken vaak deel uit van de media. Die ASO's, ja, die gaan betogen en die slagen dingen kort en klein, dus dat is interessant. Dat zijn goede beelden voor in het nieuws. Dus, allee, dus het is ook logisch. Het nieuws is zelden goed nieuws. Heel raar. Anders zou het ook niet scoren, waarschijnlijk. Voilà. Er is een beroemde uitspraak van een Amerikaanse eindredacteur van... ik weet niet welke zender dat was. En die zijn slogan was... If it bleeds, it leads. Met andere woorden, als we beelden hebben met bloed, dan is dat een opener van het nieuws. Ja. En ja... Dat is dan, ja, dat is nu eenmaal zo. Maar we mogen ons daar niet te veel op fixeren. Dus als je zegt gebrek aan empathie, dan ben ik het daar ten dele mee eens. Maar ook daar wil ik de Martin Bregman-theorie op toepassen. Ik denk niet dat je dat kan veralgemenen. Ik vind van mijzelf jou ken ik nog maar pas, maar ik verdenk jou op dit moment niet van een gebrek aan empathie. Nee, ik heb een teveel aan voilà. Empathie. Je kunt ook een... Dat is ook problematisch. Je kunt ook een teveel aan empathie hebben. Dus we mogen ons niet laten misleiden door die fixatie van alles en iedereen op die 20%. Nee. En je bent ook heel gevoelig aan wat we er net over hadden, een beetje dat trial by media, want dat is uiteindelijk wat er ook aan het gebeuren is, volgens jou, met Bart de Pauw. Ja, het is iets... Er is sowieso een trial by media. Ik spreek mij niet uit over de zaak De Pauw zelf, wat er tussen Bart en een aantal van die vrouwen is gebeurd en misgelopen. Maar er is in ieder geval, ja, dat lijkt me nu niet echt bediscussieerbaar, nee. Er is een trial by media geweest, waardoor wat Bart heeft gedaan, zodanig is uitvergroot dat de straf, die bovendien niet is uitgesproken door een rechtbank, maar door de media en door de publieke opinie, dat de straf in geen enkele verhouding meer staat tot de gepleegde feiten. Bart de Pauw heeft de facto een soort beroepsverbod. Die mag niet meer op televisie komen. Het is zelfs op een bepaald moment zo ver gegaan dat de VRT alle programma's die door Bart gemaakt zijn of waar Bart in te zien was, verwijderd heeft uit de... Hoe heet dat VRT? Net gemist of ooit gemist, ja. Of wat dan ook. Dat is stalinistisch, hè? Dat is letterlijk wat Jozef Stalin op het hoogtepunt van het Stalinisme deed. Als iemand bij het regime in ongenade viel, dan moest er iemand naar het archief en alle foto's waar die mens op stond in het gezelschap van Stalin, al die foto's gaan bewerken. Die werd letterlijk weggegomd uit de geschiedenis. Is dat waar we naartoe willen? Denk je ook niet dat het zo gigantisch is, omdat het voor het eerst is dat vrouwen dat durven aankaarten? Ja, maar dat is goed. Laat ons zeggen dat inderdaad Bart de Pauw elke evolutie, elke maatschappelijke evolutie of revolutie heeft slachtoffers. Ik denk dat we er allemaal eens over kunnen zijn dat de MeToo-beweging dat nuttig en wellicht noodzakelijk was. En dat de manier waarop we met elkaar omgaan in positieve zin heeft veranderd. Dat meen ik echt. Maar dat is altijd zo, hè. Zo'n wijzer van zo'n klok hangt dan al heel lang in het midden en plotseling begint die door te slaan. En nu is die geweldig doorgeslaan en is er ook sprake van een soort hysterie, dat aantoonbaar is op heel veel vlakken. En laat ons zeggen dat Bart de Pauw, vergeet niet wanneer dat is losgebarsten, hè. Dat is kort na de Weinstein-affaire in Amerika, ja... Hij was het symbool. Hij is een soort symbool geworden. En ik wil niet de feiten, voor zover die bekend zijn, minimaliseren of zo. Ik ken ook een aantal van de vrouwen in kwestie en ik ga ervan uit dat die wat ze gedaan hebben niet lichtzinnig hebben gedaan. Dat die dat inderdaad als een vorm van grensoverschrijdend gedrag hebben ervaren. En daar moet Bart diep in zijn ziel voor kijken. Maar ik herhaal met klem dat wat Bart de Pauw heeft meegemaakt,
buiten alle proportie is. De manier waarop de VRT heeft gereageerd. Want het gaat niet alleen, laten we daar toch even zeer nuchter over proberen zijn, het gaat niet alleen over Bart de Pauw. Het ging over de firma van Bart de Pauw, waar een heel aantal mensen werken, een meerderheid vrouwen, nota bene, die letterlijk is kaltgesteld, die geen programma's meer mochten maken, ja, dan denk ik dat er een grens is overschreden. Dat er een grens van de welvoeglijkheid is overschreden. Heb je Bart zelf ook terecht gewezen? Of heb je gezegd van, dat is mijn taak niet? Ik denk dat een geweldig... Ik vind dit ook buitengewoon gênant in de eerste plaats. Ik vind dit gênant op het niveau dat de sextapes van Sean Dont en Peter van der Veyre gênant waren. Dat denk je van, oh, dat is zo gênant. Dat is zo gênant voor jezelf, voor je gezin. Doe dan... Enfin, dus daar gaat het om. Dat je, en het is ook... Je moet je ook voorstellen... Bart de Pauw, en dat is een vriend, maar zelfs al zou dat nu geen vriend zijn van mij, dan moet je toch in alle objectiviteit zeggen, Bart de Pauw is iemand die als schrijver, als regisseur, als bedenker, als presentator, een aantal dingen heeft gemaakt die mijlpalen zijn in onze bescheiden televisiegeschiedenis. Schalkse Ruiters, het geslacht de Pauw, enfin, er zijn er nog. Moet je zo iemand dan van de ene dag op de andere afschrijven? Van die mag niet meer meespelen. Er zijn nog zo'n aantal gevallen geweest. Ik wil ze niet vergelijken met Bart de Pauw, want ze zijn op zich ernstiger. Maar Jappe Klaas, de acteur Jappe Klaas, die echt heel onfatsoenlijke dingen heeft gedaan vanuit zijn positie als leraar aan de academie in Nederland. Kevin Spacey, internationaal dan. Kevin Spacey is op een bepaald moment in de volle MeToo-periode in opspraak gekomen omdat hij 20 jaar geleden een 16-jarige jongen zou hebben lastiggevallen op een feestje. Kevin Spacey is van de ene dag op de andere een paria geworden. Het is zelfs zo dat de film die hij net had afgewerkt, film van Ridley Scott, dat alle scènes waarin hij zat zijn geschrapt en opnieuw gedraaid met Christopher Plummer als acteur. Dan denk ik, maar wacht eens even. Zouden wij niet in staat moeten zijn om het oeuvre van iemand los te koppelen van de persoon die hij is? Want als we alle kunstwerken, schilderijen, sculpturen, films, muziek. CD's, muziek, zouden gaan mee beoordelen van die mens die dat gemaakt... Jerry Lee Lewis is getrouwd met een meisje van 13. Om maar iets te noemen. De voorbeelden zijn legio. Veel van die mensen waren hoogst onaangename, narcistische, gewelddadige... foute mensen. Wilt dat zeggen dat al hun kunstwerken moeten verwijderd worden uit musea? Ik kijk ook liever naar iets van een mens die ook nog heel tof was en een goede huisvader en alles wat je maar wilt. Maar ik vind Kevin Spacey eigenlijk een interessant voorbeeld. Omdat dat was echt wel een groot artiest. Ja. En nu is dat iemand die... Gecanceld is. Dat is het woord dat ik zocht. Dankjewel, Magali. Die cancelcultuur vind ik echt heel gevaarlijk. Ben je ooit bang geweest om daar zelf het slachtoffer van te worden? Nee, omdat er geen lijken in mijn kast liggen. Maar ben je op een manier, zeker na het nieuws van uw maat Bart uitkwam, anders gaan omgaan met vrouwen? Of zo denken van, misschien moet ik dit... Misschien, of bang zijn dat je iets verkeerd doet? Nee, omdat er dus geen lijken in mijn kast zitten. Maar het is wel zo, dat je inderdaad wel... Want wat ik bijvoorbeeld... Ik zit vaak aan de monitor. Hè? En dat heet de Video Village. Hè? Dat zijn dan twee of drie monitors, want soms draai je met twee camera's. En naast mij is er een stoel voor de script. Dat is de persoon die verantwoordelijk is voor de continuïteit. Die heel aandachtig moet kijken en die...
Maar je altijd naar kunt vragen, ja, wat heeft ze nu dat gezegd? Of, en, dat is toch, en die gewoon als vanzelfsprekend moet letten dat die acteur hetzelfde kostuum draagt als de scène die hieraan vooraf is gegaan, maar die we al 3 weken geleden hebben. Dat is eigenlijk uw steun en toevlak, uw script. En vaak staan daar nog stoelen rond, want mensen die even niks te doen hebben, komen daar vaak zitten. En ik zit graag op mijn gemak. Dus ik zit vaak op zo'n set zo. Dus met andere woorden, mijn linkerarm ligt vaak op de leuning van de stoel van mijn script. Dat doe ik nu niet meer. Ja. Lien heeft me... Schat. Die heeft je tijd een beetje, je gedrag aangepast. Ja, die heeft, je kunt dat niet meer... Terwijl er geen enkele van de scripts waarmee ik al gewerkt heb, dat op welke manier dan ook, als grensoverschrijdend of aanstootgevend of hinderlijk of wat dan ook, omdat dat... Maar... Daar denk je dus nu inderdaad over na. En op zich is dat niet slecht. Want er zijn natuurlijk haantjes, hè, in zo'n ploeg. Ja. En je hebt een vorm van hiërarchie toch wel. En ik heb makkelijk praten, want ik zit van boven. Ik ben de kip die van boven op de bovenste sport zit. En ik probeer me inderdaad ook wel in te leven in die mensen die net komen kijken, stagiairs, jonge actrices, weet ik veel. En ik kan mij echt voorstellen dat daar soms wel situaties zijn waarbij ze het niet goed niet meer weten van, ja, maar wat moet nu en zo. En het feit dat daar meer aandacht aan wordt besteed, is, je kunt alleen maar toejuichen. Ja. Het machismo, de casting couch, de begrippen uit de jaren 50, 60, vooral dan in Hollywood. Bij ons is dat natuurlijk nooit zo. Het is ook zo, je moet altijd lachen als mensen dan zo Harvey Weinstein als vergelijking gebruiken. Er is werkelijk niemand in dit land, in de Vlaamse audiovisuele industrie, die letterlijk nog figuurlijk het gewicht heeft van een Harvey Weinstein. We hebben geen mensen die carrières kunnen maken of kraken. Dat bestaat niet. Dus er is ook... Een beetje grootheidswaanzin, vind je dat? De verleiding die al zou... Nee, dat is gewoon niet zo. Ja. Maar goed, dat neemt niet weg dat er ongetwijfeld dingen zijn gebeurd in het verleden en recent, weet ik veel, die waar sprake was van een machtsonevenwicht. Net zoals je dat machtsonevenwicht ook hebt in scholen en universiteiten, waar een relatie tussen de leraar en de professor en dat je dat net zo goed hebt in grote bedrijven. Allee, dat zit overal. Ik vind het ook heel raar dat dat zo gefixeerd is geweest op de film- en televisiewereld. Dit allemaal maar om te zeggen dat, ja, uiteraard is MeToo nuttig en noodzakelijk. En B, ja, uiteraard zijn daar aberraties geweest. Zijn daar, ik zal niet zeggen onschuldige slachtoffers gevallen, maar zijn er mensen geofferd, ja, op het altaar van MeToo. Net zoals je dat ook hebt met de politiek correcte dwingelandij, van dat je toch ontzettend voorzichtig moet zijn in alles en nog wat. En dat eigenlijk, dat gaat mijn boek voor een stuk over. Ik ben een kind van de jaren 70, toen in de cinema echt alles kon. En wel, dan moet ik vaststellen dat een groot deel van de films die in dat boek staan, nu niet meer gemaakt zouden kunnen worden. Niet, maar niet, hè. En dat vaak er een soort zelfcensuur ontstaat, waarvan ik me afvraag of we er eigenlijk wel zo blij mee moeten zijn. Ja, ja, je hebt het net nu over iets kleins, zoals de arm. Ja. Hè? Zijn er nog zo bepaalde zaken, groot of klein, een manier waarbij jij zelf in je carrière als regisseur bent tegengekomen? Goh, nee, ik ben altijd... Ik heb wel een atypisch parcours afgelegd, natuurlijk. Ik wist al zeer snel... Ja, enfin, niet dat je dat op die manier per se formuleert als je 15, 16 jaar bent, maar ik wist al heel snel van... mijn onafhankelijkheid is mij... Ik wil niet voor een baas werken. Allee, dat klinkt nu heel nozel en heel cliché, maar ik heb altijd... Ja, ik ben altijd in een positie geweest dat ik niet ik ben nooit compleet onafhankelijk natuurlijk, maar ik heb altijd wel heel bewust mijn eigen koers gevaren. Dus ja, ik ben nooit in een situatie terechtgekomen dat... Maar ook dan kan je jezelf tegenkomen natuurlijk, hè? Dat je botst op je eigen limieten, sterktes, zwaktes. Ja, dat zal ongetwijfeld wel zo zijn. Uiteraard maak je dingen mee, hè?
we zullen weten wat. Het is, we hebben Nietzsche nog niet geciteerd, hè, in dit gesprek. Ik dacht alleen, we gaan Nietzsche niet citeren. Citeer hem eens. Nietzsche, nee. What doesn't kill you, hij zei het in Duits, maar mijn Duits is heel slecht. What doesn't kill you makes you stronger. Vaak zijn dingen die je meemaakt, en waar je even een klap van krijgt, zijn dat dingen die jou wel een beter mens, of in ieder geval... je kunt daar lessen uit trekken. Zoals? Heb je zo'n paar anekdotes die... Oh nee, anekdotes. Ik ben 1 jaar van mijn leven ongelukkig geweest. Enfin, ik ben ook ongelukkig geweest in Dumaniora. Niet voortdurend, maar ik had daar een haat-liefde verhouding mee. Ik vond het sociaal aspect van naar school gaan wel tof, met vrienden en dingen organiseren en zo, maar ik was geen goede student. Dat systeem werkte niet voor mij. Enfin, wat. Maar ik heb dan na mijn eerste film, Boys, in 91, kwam er een aanbieding uit Amerika. En ik was altijd, ik ben eigenlijk opgevoed, mijn referentiekaders zijn vooral Amerikaanse films. Ik hou van de Amerikaanse cinema. Nog altijd. Ik ben veel meer een kind van Steven Spielberg en George Lucas en Friedkin en Scorsese en de grote Amerikaanse filmmakers dan van de wat hermetische, narcistische Europese auteurscinema. Enfin, zwart. Dus, ja, ik heb daar niet lang over nagedacht. Als ze mij gebeld hadden voor Police Academy 9, was ik ook gegaan, denk ik. En dat was een scenario van, dat was niet geweldig, maar dat was ook niet echt slecht. Daar kan ik iets van maken. En dat was een verschrikkelijke ervaring. Dat was echt verschrikkelijk. Ik was daar niet klaar voor. Waarom niet? Ik was jong, ik was naïef, ik had 1 film gemaakt. En ik kwam plotseling terecht in een industrie. In de VS. In de VS. In Hollywood. In Hollywood. Enfin, dus bij ons, hè, nog altijd, en daarom vind ik het hier zo fijn, wij hebben effectief, ik kan nu het woord of het begrip audiovisuele industrie uitspreken zonder in lachen uit te barsten. Wij hebben dat echt. Maar die is nog altijd niet groot en anoniem genoeg om niet het gevoel te hebben op een set te staan met allemaal mensen die toch zo stiekem, als ze het 's morgens om 5:30 opstaan, zeggen, jee, we mogen een film gaan maken. Zo van, toch nog de opwinding van, wij mogen dat doen. Terwijl je daar terechtkomt in een omgeving waar misschien op de departementshoofden na mensen zijn die naar hun werk komen. Die komen naar hun werk. En of dat nu die film is of iets anders, of een spotje, of it doesn't really matter. Dus een soort onverschilligheid, die ik al direct zo, wow. Want ik was dan de gast en ik gaf een speech, hè, op de eerste draagdag. En die gasten keken elkaar aan van, wat is mij te zien nu binnen? Ik wou iedereen betrekken. Ik wou dat iedereen dat gevoel had van, joh, wij mogen een film maken. En dan zaten daar zo dikke teamsters, die eigenlijk niet anders deden dan 's morgens de camion gaan halen in het magazijn, die op de set parkeren en voor de rest donuts fretten en een beetje basketbal spelen op het pleintje daar in de buurt. Die kon ons echt geen zak schelen. Hè. En waarom ben je dan omdat je niet past in de cultuur? Is dat daar reden van je ongeluk? Dat voor een stuk. En ook omdat zelfs de mensen met wie je het nauwst samenwerkte, een aantal acteurs, producenten, ja, ik had daar totaal geen klik mee. En dat was dus echt verschrikkelijk. Dat was echt verschrikkelijk. Dat was echt een beproeving. En ik heb dat alleen volgehouden omdat ik niet meer met een staart tussen mijn benen terug naar België moest komen. Ja, want mensen wisten wel dat ik die film daar aan het maken was. Ik ga dat afmaken. Eigenlijk een beetje bewijsdrang. En ik heb dat puur op wilskracht volgehouden. En ik ben zelfs niet gebleven voor het traditionele rap, de rap party. Ik ben echt teruggekomen en ik ben nog wel teruggegaan dan voor de montage en zo. Maar ik heb nooit van die film gehouden. En dat is niet de slechtste film ooit gemaakt, maar dat is een zeer onpersoonlijke 13 in een dozijn product. En het draaide dan uit ook op een misser? Nee, nogmaals, dat is niet de slechtste, maar dat was zo één van de vele straight-to-video erotische thrillers die gemaakt zijn in het voetspoor van Basic Instinct. En die is wereldwijd uitgebracht. Hè. Ik heb op mijn souvenirrek staan dan zo de Griekse en de Zweedse en de Turkse videoreleases en zo. Maar wat ik wil zeggen, want uiteindelijk is een lang antwoord op jouw vraag. Het is wel de persoon die is teruggekomen na dat jaar uit L.A. was een andere persoon dan degene die is vertrokken. Welke manier?
Ah, wel, er zijn de jeugdige overmoed, grenzend aan arrogantie, want dat is een dunne grens. Ik vind overmoed is het privilege van de jeugd. Ik vind dat je dat moet hebben. Maar in ons geval denk ik dat dat, in ons, en dat bedoel ik Mark Punt en mij, want we hebben ondertussen ook een goed draaiende distributiemaatschappij en zo. En ik denk dat wij wel flirten met een vorm van arrogantie. Een aan arrogantie grenzende zelfzekerheid. En dat is er afgeveild, dat is eruit gegaan. Ik ben veel milder geworden. Ik was veel milder toen ik terugkwam dan toen ik vertrok. En ik heb ook een heel aantal dingen ook echt geleerd. Ik heb van die set een aantal dingen geleerd, technisch, die ik niet wist als regisseur, die ik dan wel heb kunnen toepassen op mijn volgende film hier in Vlaanderen. Alles moet weg. En waardoor ik ook echt, ja... Allez, ja, het is ook logisch. Hoe meer films dat je maakt, hoe meer dat je leert. Dat is nogal evident. Dat geldt voor elke stil. Een journalist die zijn eerste interview doet, ja, die zal ook nog bijschaven. Die zal tegen zijn 10e interview of zijn 100ste interview daarmee ook met veel meer zelfvertrouwen of vakkennis zitten. Dus dat zijn dus, ik wil maar zeggen, die ervaring die voor mij op het moment zelf verschrikkelijk was, of grotendeels verschrikkelijk, waren ook leuke dagen, waren ook fijne mensen. Wel, dat is wel iets die mij, als je mij nu zou vragen, wat zou je opnieuw doen? Of wat zou je anders doen als je je leven opnieuw zou mogen beginnen? Wel, ik denk dat ik bijna niks zou weglaten. Omdat ik nu weet dat die ervaring heeft bijgedragen tot een genuanceerdere versie van... Snap wat ik bedoel? Ja, een genuanceerdere versie van mezelf. Dus dat is nuttig geweest. Ik heb er geen spijt van. Omdat dat ene slechte jaar het mogelijk heeft gemaakt dat er daarna 35 geweldige jaren zijn gekomen. Maar schaamte, dat is wel een gevoel waar je soms mee zit over het niet ingaan op een politieke... Ja, maar dat is een draaglijke vorm van schaamte. Ja. Omdat het geen schaamte is omdat ik iets... Dat ik mensen pijn heb gedaan, nee. of dat ik iets gemeen heb gedaan of zo. Het is vooral, het is een soort, ja... Wat maakt... Dat is eerder, ik ben er niet trots op dan dat ik er beschaamd over ben. Wat zijn zo jouw... Ik ben er wel benieuwd naar minder goede eigenschappen van jezelf. Wat zijn jouw zwaktes of tekortkomingen volgens jou? Wat zou je moeten vragen aan mijn vrouw of aan mensen die mij echt, echt goed kennen? Ik vind dat heel moeilijk om dat voor jezelf... Volgens Lien is dat een gebrek aan geduld. Ja. Dat is een van de weinige dingen... Ik vind geduld namelijk geen gave. Ah, ik ook of een niet. Eigenschap. Ik vind geduld... Geduld is een chic woord voor luiheid, eigenlijk. Ja. Ik vind geduld... Waarom zou ik geduldig moeten zijn? Waarom zou ik geduldig moeten zijn? Ik sta met grote gulzigheid en nieuwsgierigheid en gretigheid in het leven. Waarom zou ik dat moeten afremmen? Waarom zou ik het fijn moeten vinden om in een file te staan? Meditatie. Dan zeggen ze, je moet geduld... dat is nutteloze tijd. Enfin, dus ik heb geen geduld. Ik zal u meer zeggen. Geduld is volgens mij niet alleen geen gave. Traagheid is de grootste zonde. Ik vind dat dat nergens toe dient. Enfin, wat vindt Lien nog? Lien vindt mij nogal assertief in het... Zij gebruikt het woord agressief in het verkeer. Maar dat heeft ook weer te maken met gebrek aan geduld. Maar ik moet toegeven dat dat niet altijd de schoonste kant. Ik ben het soort mens dat roept naar andere weggebruikers. Ook al weet ik dat ze mij niet kunnen horen. Maar enkel in het verkeer. In het verkeer. Ja. Enkel in het verkeer. En ik heb... Maar ik weet niet of dat een... Dat is vooral voor mijzelf vervelend. Ik heb de neiging om mij nogal snel te ergeren. Ik heb geprobeerd daar iets aan te doen, maar het is een dagelijkse strijd. Ik probeer alle bronnen van ergernis als een chirurg uit mijn leven te verwijderen. Dus ik zal vermijden, ik regel mijn verplaatsingen zo dat de kans klein is dat ik in een file terechtkom, bijvoorbeeld. Dus dat is een ergernis die je wegneemt. Ik lees al, denk ik, 30 jaar humo niet meer. Dat is een ergernis die uit mijn leven is weggenomen. Ik lees... Nee, dus er zijn... Vanwaar de ergernis met humo? Ah, we hebben het er net al gehad over Jozef Stalin.
Ik denk dat humo een medium is dat geweldig had kunnen gedijen onder Stalin. Want ook humo werkt met lijstjes van mensen die mogen en mensen die niet mogen. Humo heeft zich decennia lang kunnen gedragen als een soort poortwachter van de zelf uitgeroepen goede smaak van... zoals een soort Romeinse keizer met de duim omlaag en de duim omhoog. Gelukkig is die tijd al ondertussen 20 jaar afgelopen. Is dat een beetje typerend aan het medialandschap? Oh, nee, ja, maar humor heeft een extreme vorm. En gelukkig is dat nu. En daar ben ik... Ik ben in tegenstelling tot veel van mijn leeftijdsgenoten nogal optimistisch. Want ik, als ik iets is dat ik bewonder aan de nieuwe generaties, is dat zij veel minder dan mijn generatie last hebben van hokjesdenken. Mijn dochter is daar een heel goed voorbeeld van. Die kijkt naar Friends en die kijkt naar, naar Succession en die kijkt naar van alles. En die kijkt naar YouTube en die luistert naar allerlei soorten muziek. Die vindt Dimitri Vegas tof, maar die vindt Willy Sommers ook tof en die vindt Bazaar ook tof. Dat is, vroeger was dat ondenkbaar. Dat zou niet gemogen hebben van de humo. Je moet kiezen. Nee, je moet absoluut kiezen. En dat ging zeer ver. En daar, dat ergerde mij mateloos. Omdat ik, als er iets is, maar als er iets, als ik op mijn lijst van maatschappelijke ergernissen nog hoger zelfs dan het gebrek aan empathie, dan is het hokjesdenken. Dat vind ik verschrikkelijk. Ik heb ook altijd geweldig mijn best gedaan om niet in een hokje te passen. Tot grote ergernis uiteraard van de humo's, wiens bestaan bijna over hokjesdenken gaat. Nee, dat vind ik echt geweldig belangrijk. Ik heb er ook altijd voor gezorgd, ik maakte dan het vonnis en dan daarna de kampioenen. Al was het maar om verwarring te zaaien. Dus ik wil dat allemaal. Enfin, dus nee, ik haat hokjesdenken. En ik zal daar ook mij altijd tegen verzetten. Enfin, maar dus dat zijn, dat zijn ergernissen die je kunt wegnemen. Er is een bepaald soort cinema, de hardcore arthouse, waar ik een godsgruwelijk nek. Ik vind dat anti-cinema. Dus dat heb ik ook geamputeerd. Dat zie ik niet meer. Tenzij dat er 3-4 mensen in mijn naaste omgeving zijn, die ik vertrouw, die mij zeggen, ja, je moet dat toch gezien hebben, dan ga ik dat zien. Heb je dat ook bij mensen? Dat je mensen amputeert uit je leven? Soms is dat ook nodig, hè? Ja, dat is ook nodig. Ja, zo mensen, toxische relaties zo bij wijze. Die heb ik nu nooit niet gehad. Het is wel zo dat er mensen zijn, maar dan ben ik dan weer, dat vind ik dan weer fout van mezelf, want dat past niet in mijn theorie over het hokjesdenken. Je hebt mensen die mij ergeren zonder dat daar een aanwijsbare reden voor is. Maar dat is des mensen. Ik zie iemand op televisie en ik haat die instant. Ik heb dat ook. Ik heb dat met Jan Mulder. Ik zal het maar bekennen. Ik word agressief. Als ik Jan Mulder zie, begin ik met dingen te gooien. Omdat hij voor mij ook een soort ja, zelfgenoegzaamheid uitstraalt. Ook zo'n preker in de kerk van het grote gelijk. Misschien is dat een heel aimabele mens, weet ik veel. Denk ik niet, maar bon. Enfin, dus dat kun je gemakkelijk vermijden. Die zit ook meestal alleen in sportprogramma's. En ik heb niks met sport, dus dat is een vrij gemakkelijk te vermijden ergernis. Maar ik schaam me zelfs al een beetje, omdat ik dat nu zo zeg. Omdat dat is geen rationele ergernis. Maar dat is zo ja, je hebt dat, hè. Je hebt bepaalde mensen, je ziet die in beeld en je denkt, nee, ik moet het niet. Ja. Maar dat is iets heel subjectief en dat hou ik voor mezelf en dat is... Maar ik maak niet de fout, hè, zoals de humo dan wel doet, om mijn mening of mijn smaak als norm te gaan hanteren. Dat vind ik fout. Ja. Dat doe je niet. Dat is ook een beetje narcistisch, hè? Ja, voilà. Dat getuigt ook van een enorme zelfoverschatting. Ik vind trouwens over het algemeen, alles wat naar recensies zweemt, of dat nu film of tentoonstelling of wat dan ook is, ik vind dat volslagen nutteloos. Ik vind het echt volslagen nutteloos, omdat uiteindelijk een recensie is ook maar een mening. En zoals Charles Durning het geweldig verwoordde in de film Home for the Holidays, opinions are like assholes, everybody has one. En dat is zeer juist. Dat is echt zeer juist. En je bekijkt iets, of het nu een schilderij is, of een film, of een boek die je leest. Ja, je leest dat, of je bekijkt dat, of je proeft dat, met je eigen bagage, met je eigen referentiekader. En dat is je opvoeding, dat zijn de mensen
die je kent, dat zijn de ervaringen die je hebt verzameld in je leven. Dus, en dat is heel subjectief. Ik heb jarenlang getoerd met een show. Lights, Camera, Action. 100 jaar film in 100 minuten. Waar ik dus echt als een sneltrein door 100 jaar filmgeschiedenis raas met fragmenten, maar heel persoonlijke. En dan heb je gepraat ook met het publiek. Hè. Dat is vaak dan zijn wisselwerking. En dan merk je dat bijna elke generatie zijn eigen referenties heeft. Ook films. Je hebt een Dirty Dancing generatie. Je hebt een Quentin Tarantino generatie. Je hebt, en dat heeft vaak te maken, dat is heel interessant, dat zijn films die je ziet als je jong bent. Als je 15, 16, 17, 18 bent. Dan zie je de films die je op een of dan komt, dan zijn de op een of andere manier het meest voel, het meest vatbaar, denk ik ook, voor ervaringen en prikkels. En dat zijn dus de films die je op die leeftijd ziet, die je toch voor een stuk tekenen en die je referentiekader bepalen. Dus al de rest, al die brei van meningen, je moet daar toch zelf je weg in zoeken. Ja. Je moet daar toch zelf je weg in zoeken. En je kunt proberen is inderdaad iets te vertellen, wat ik af en toe doe, als ik mij daar dan toch toe laat verleiden, iets te vertellen over een film en die wat te duiden en te plaatsen. En te zeggen, kijk, als je dat en dat en dat goed vond, dan ga je dat zeker ook goed vinden. Maar al de rest is zinloos en getuigd van een zelfoverschatting die grenst aan het pijnlijke. Welke waarden heb jij meegekregen uit je jeugd die je vandaag nog steeds hoog in het vaandel draagt? Oh, er zijn een aantal van die clichés waarvan... Maar ja, sommige clichés zijn gewoon ook heel juist. Behandel anderen zoals je zelf behandeld wenst te worden. Dus dat wil zeggen, we zijn beleefd. Ik zeg altijd vriendelijk. Als ik in de winkel binnenkom, zal ik altijd vriendelijk goeiedag zeggen. Met de conducteur op de trein slak ik altijd graag een babbeltje. Beleefd. Je hangt niet de BV uit. Nee. Ik ben nu ook gemaskerd de laatste tijd. Beleefdheid vind ik geweldig belangrijk. Vriendelijkheid. Ja. Zij vriendelijk, dat kost niks. Ja. Maar, ik ben wel niet het type dat de andere kaak toekeert. Als je onvriendelijk of onbeleefd bent tegen mij, krijg je het ook dubbel terug. Ah, ja. Ik kan heel goed, als het moet, onbeleefd en arrogant zijn. Met gelijke munt. Ja. Dus ik vind dat, ja, ik wil ook als ik ergens binnenkom, dan ik weet dat als je in Amerika een winkel binnenstapt, dan is het eigenlijk, dat vind ik tof. Ik wil, als ik een winkel binnenstap, wil ik niet dat er iemand verstoord opkijkt. Zo van, wat kom jij mij in een winkel doen? Nee, dat vind ik niet tof. Nee. Dan ga ik buiten. Ja. Dat niet. Ja. Dus zo heb ik een aantal... Principes. Dat zijn echt basic, hè? Dat is echt basis. Zij beleefd, zij vriendelijk. En ook... En dat meen ik, en ik vind dat heel belangrijk, dat ik nu nog altijd kan zeggen, wat ik heb bereikt, hoe relatief dat ook mag zijn, heb ik niet bereikt ten koste van anderen. Het is een klein vak, maar ik kan, er is niemand, als ik ergens binnenkom, of op een, weet ik veel, een première, een feestje, er is niemand, als ik die zie, dat ik denk, shit, is hier een paal waarachter ik mij tijdelijk kan verschuilen. Ook niet de humorredactie? Ja, ik zou niet weten hoe die eruit ziet. Dus, ja, god, ja, die zal ik vermijden. Maar daar spreek ik niet. Ik bedoel, dat is gewoon... Je sprak daar net ook over nieuwe generatie en je dochter. Heb jij eigenlijk schrik van wat deze mentale pandemie met je dochter, de impact daarop? Ik durf daar niks... Ik weet dat niet. Ik vind dat Anna zich merkwaardig goed doorslaat. Maar ik kan dat, ik zou dat niet durven veralgemenen. Daar schiet... Mijn referentiekader daarvoor is gewoon te beperkt. Ja, oké. Okay. Knippen. Nee, maar... ja, maar... Dat is toch... Allee, je kunt dat knippen, maar ik vind het ook wel fijn als iemand een antwoord geeft op en zegt van ja, dat, mensen durven dat niet meer. Ik weet dat niet. Ik ga het erin laten. Van, nee, je moet het niet. Maar ik wil maar zeggen van ja, het antwoord dat ik u gaf is op zich een perfect, fallabel antwoord. Maar. Ja, want uiteindelijk, heel veel mensen die meningen geven, die jij zo hekelt. Mij die... niet, maar zo van, dat is Jan Mulder, gedrukt op een knop en er komt een mening uit. Allee, ja, je moet niet overal eens een mening hebben. Ja. Vroeger had ik dat wel, ik had een soort eagerness to please. De dag allemaal belt van ja. Zeg, wat vind jij van dit? En dan denk je, wat moet ik daar nu van vinden? En dan zeg je toch iets om die journalist ter wille te zijn. En achteraf denkt je van, gaat beter gezwegen, want wat moet ik daar nu op? Dus nu heb ik alleen nog... ik geef alleen nog meningen als ze mij gevraagd worden en als het ook iets is waar ik een mening over heb. Ja, ja. En waarvan ik denk dat het
een zinvolle of op zijn minst onderbouwde mening is. Enfin, wat. Nu dit jaar toch, 2020 toch zeker, 2021 ook, in teken staan van gezondheid. Je bent ook 10 kilo vermagerd. Ja. Van waar die... Omdat ik flirte met obesitas en omdat dat ook... Ik ben ook... Ja, als filmmaker ben je ook een soort esteet, hè. Ik kijk ook liever naar schone mensen dan naar... Maar je komt niet op de film. Nee, ik weet maar dan nog. Ik bedoel, het is voor je omgeving moet daar wel naar kijken. Dus je hebt tijd voor iemand anders gedaan? Ja, voor mij. Ja, ik wil dat mijn vrouw mij graag... Allee, die zei nu wel... Maar ze is zo schatje, Lien. Die zei altijd, hoe meer Jan, hoe liever. Oh. Maar dat is niet waar, hè. Want ja. Allee, op een bepaald moment kun je dat ook niet meer pakken, hè. Zo, hoe meer Jan, hoe liever. Enfin, wat... Dus ik dacht... En ook voor mijzelf, dat je zo 's morgens in die... En dat je denkt van... Jij vatsige vod. Allee. Dus nee, dus dat was... Ja, nee, ik vond dat... En ik weet ook niet of ik dat volhoud, maar... En het heeft ook met leeftijd te maken, ook weer een cliché, maar ja, je moet, ik sta graag en gulzig in het leven en ik heb nog een hele lange to-do-list, dus ik wil nog wel even door. Ik zit niet af te tellen, hè, na mijn 65 en na mijn pensioen. Nee, in tegendeel, ik wil nog. Ja, de lijst van dingen die ik wil doen of films die ik wil maken, wordt niet korter. Wat is er nu zo iets dat... mensen niet weten van u, buiten het feit dan dat jij bent opgelicht. Maar ik ben ook al eens opgelicht. Ik heb al eens een DVD besteld die er niet is doorgekomen. Ook, hè. Allee, ja, bon, ook dat zijn dingen waar je niet te lang mee moet stilstaan. Want daar kun je dus echt... Je refereert ja. Naar 17 jaar oud. Ik heb ooit... Wij houden, Lien en ik zijn getrouwd ook in Andalusië. Dat is een streek waar wij erg veel van houden. En we hebben onze huwelijksreis eigenlijk gecombineerd met... het zoeken van een huis. Maar Lien weet heel goed wat ze wilt. En dat vonden we dus niet. Er was altijd wel iets mis. En dan zei zo een van die makelaars om nu van... waarom koopt hij geen grond en bouwt dan wat je wilt hebben? En dan hebben ze ons inderdaad opgevraagd. We hebben een stuk grond gekocht waar achteraf bleek... Enfin, heel ingewikkeld, maar goed. Ja, we zijn opgelicht. En dan kun je, en dat gaat over veel geld... en dan kun je daar heel bitter over worden... en je daarop fixeren. En we hebben ervoor gekozen om dat niet te doen. Ja. Je blijft geloven in de mensheid... De goedheid van de mens. De meeste mensen deugen. Wij zijn wel eens iemand tegengekomen die niet deugde. Bon, zwart, slikken en doorgaan. Maar dus wat mensen niet weten van mij. Ik denk, nou, ja, niet, ze moeten ook niet alles weten van mij. Ik kan ook heel goed... Ik kan heel slecht tegen mijn verlies bij spelletjes. Nu is het al beter. Maar ik kon vroeger heel slecht tegen mijn verlies bij spelletjes. Ik herinner mij zeer pijnlijke scènes. Toen we nog in Antwerpen woonden, we hadden zo'n soort dakterras. En dat waren zo van die... Ja, dat waren planken. Maar tussen die planken zat een gleufje. En dat gleufje was net breed genoeg om de scrabbeletter in te laten verdwijnen. En als ik dan verloor bij Scrabble, dan dreef ik... dat bord omhoog gooien en dan kon ik uren zo met een tournavis, zo'n plank, losvijzen om dan die Scrabble-letters die tussen die gleuven waren gevallen terug uit de drek die dan onder die dingen... Agressie. Ja, dus dat is dan... En dan zijn er niet trots op. U dan denkt, van godverdomme gast. En ik moest dat dan vaststellen op een bepaald moment. Had Anna dat ook heel erg... Anna kon ook niet tegen haar verlies. Dat is gelukkig. Nu al wat aan beter. Dus ik dacht, dat is nu toch een eigenschap die ze van haar vader heeft, die ze beter niet had gehad. Maar dat zijn uiteindelijk, alleen daar valt mee te leven. Hè. Dat is niet dat ik daar grote schade berokken aan mensen of goederen. Ik heb al een paar keer een nieuw scrabblebord moeten kopen, omdat er dan toch een aantal letters niet meer terug te vinden. Maar dat zijn, maar verder, ik heb eigenlijk weinig. Ik vind dat is heel prettig. Het is ook een goed gevoel dat je geen lijken in je kast heb zitten. Nee, er zijn niet zo veel dingen. Nee. Nee. Oké. Dan denk ik dat wij eigenlijk... Nee, ik heb nog eigenlijk een vraag. Meestal eindigen ze met een cadeautje. Dat je een fles wijn hebt of zoiets. Of nee, dat is niet. Nee, geen cadeautje. Nee, dat moet dat af. Maar maak je er eens niet in zorgen over de mentale effecten van deze langdurige pandemie? Ik lees af en toe met plezier wat sociologen en psychologen daarvan vinden. En we zullen het wel zien, denk ik dan. Mijn gevoel is, ik ben nogal geneigd om analisten te volgen die een soort roaring twenties verwachten. Dat mensen
zich met volle overgave terug op restaurant en cafébezoek en concerten en film. De optimist in jou. Ja, dus ik denk, en de mensen gaan terug reizen en zo. Er zijn een aantal... Ik hoop dat we wel uit deze crisis onthouden dat zo'n ne citytrip aan €30 naar Barcelona, dat misschien niet meer vanzelfsprekend is. Ik denk ook dat zakenreizen, dat je nu niet meer... Allee, we weten nu hoe Zoom en Teams enzovoort werkt. Ik denk dat daar misschien wat meer over gaat nagedacht worden. Ik hoop oprecht dat we een combinatie veel meer gaan zien van kantoor en thuiswerken. Dat je niet meer, dat niet iedereen elke dag in diezelfde file of op diezelfde ze trein... Ze is er nog, hè? Ze is er nog, heb ik vastgesteld. Maar dat daar een betere balans in wordt gevonden. Dus laat ons, en je ziet, ik koester mijn naïviteit, Magali. Laat ons hopen dat we uit deze crisis een aantal dingen leren, waar we met z'n allen op termijn beter van worden. Maar dat alle leuke dingen, dat die wel terugkomen. Ja, oké, nee. Fantastisch. Bedankt, Jan Verheijen, om tot hier te zijn gekomen. Bedankt om deze gezellige sofa met mij te willen delen. Het was een genoeg. Als je dit even interessant vond als ik, zeker subscriben, want volgende week is er weer iemand nieuw. En dat is niemand minder dan Xander de Rijken. Tot dan!